Hi, ik ben Jean-Paul van de Oost, kleermaker op de Overtoom. Uh, keuzestress, je hoort het vaak van mensen: iedereen wilt altijd van alles en nog wat. Totdat je vraagt, wat wil je nou echt? Dan hoor je meestal wat je niet wilt. Ja, ga je een kleermaker bezoeken? Dan moet je stof uit gaan kiezen natuurlijk. Niet alleen op de kleur, maar je ziet het hier al staan: Crystal Springs Lightweight. Wat is de performance ervan? Hoe valt dat? Hoe combineer je dat met je huidige garderobe? Je moet dus een hoop bespreken. Vandaar ons motto: bewust gekleed bij de Oost. Um, hoe helpen wij klanten bij die keuzes? Want dat kan best wel. ...moeilijk zijn. Ja, ik vind we niet. Maar je moet dus mensen opties bieden. Een uniek iets dat wij hebben... ...is zogenaamde swatches. Nou, ik heb er hier al een paar liggen natuurlijk. Oh, daar aan mijn camera. Dus van alle stofboeken die we hebben... ...hebben wij eigenlijk grotere lappen stof. Of vergelijkbaar. Niet van elk stofje natuurlijk... ...want er is dus een stofboek in de 500 zitten. Maar dat je heel goed kan zien... ...hoe gaat die stof vallen... Hoe gaat hij er voor mij uitzien? Wat doet het met mijn huid en haar? Waardoor je dus de beste keus kan maken. is voor mij natuurlijk ook heel relevant. Dat je zegt: hé, die Jean-Paul komt goed geadviseerd en uh, Amy. Uh, zodat je terugkomt. Dus dat zijn zogenaamde virus -watches. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een hele interessante. Dit is voor jasjes. Nou, dan kan je eens kijken hoe zo'n ruit op je valt. En als jij dan een grijze ruit wil, trek je een grijs pak aan. En zo kan je tot een keus komen. En dit zie je natuurlijk nu heel veel. Hè? Dat zijn die netwerfstoffen. Dus dat zie je ook veel bij de Italianen, maar ook bij de Engelsen. Kun je pakken, jasjes mee maken. Dus voor elk wat wil's. Nou, hier heb je bijvoorbeeld de Mohair. Hè? Probeer het eens. Wat is geitenwol en hoe ziet dat er dan uit in vergelijk met oh, wat is nou het verschil tussen zwart en blauw wat je hier ziet. Nou, hier heb je een vierler zwart genaamd Summer in the City. 230 gram stof. Wat gaat het voor je doen? Ja, toch eens kijken wat babyblauw is. Nooit kiezen. Afschuwelijk. Ook vertrouwen. Boe. Um, wat hebben we hier? Kashyyyk Jackets. Oh, Oké, okay. een super 160 met cashmere en zijde. Dat kost geld hè. Dat is voor jasjes. Hoe valt dat? Hoe voelt dat? Zo kan je bepalen of je de meerwaarde vindt. Oftewel, net als bij een auto. Koop niet zomaar een Ferrari. Believe me, ik heb er drie staan. Matchbox modellen. Ik heb wel 26 inch velgen op mijn fiets. Um, Cape Horn Lightweight. Dat is mijn favoriete zomerpak. Nou, die hebben we ook gewoon toevallig staan. Kan je zien hoe dat uitvalt. Dus de benefit is. Alles wordt bij ons bewust gedaan. Manage expectations. Gebruik die vierderzwartjes. Dat is cruciaal. Helemaal als het om duurdere stoffen gaat. Kijk hier bijvoorbeeld in mijn Super 170. Ja, deze zit op, wat is het? 1800 euro volledig bespookt, tweedelig. Uh, wil je toch even weten wat je doet? Dus ik denk dat dit ook een reden is om weer ons kant op te komen. Vierderzwartjes. En ik wens je een hele fijne dag.